Je zou verwachten dat er net zoveel jongens als meisjes worden geboren. Dat de kans even groot is. Net als het opgooien van een muntje. De kans op kop is net zo groot als op munt. Toch is dat niet het geval. Er worden namelijk net iets meer jongens geboren. Zo'n 105 jongens tegenover 100 meisjes. Hoe dat precies kan, is voor veel deskundigen een raadsel. En er is nog iets opvallends aan de hand. Zodra we ouder worden, zijn er juist meer vrouwen. Dat laatste heeft waarschijnlijk te maken met testosteron. Dit hormoon komt meer voor bij jongens en mannen. En door dat hormoon zijn mannen sneller geneigd om meer risico te nemen. Daardoor hebben ze vaker gevaarlijke hobby's, leven ze vaker ongezond en overlijden ze dus gemiddeld eerder dan vrouwen. Als volwassenen zo rond de 60 zijn, zijn er juist meer vrouwen overgebleven dan mannen. Dus om de balans een beetje goed te houden, is het handig dat er net wat meer jongens dan meisjes worden geboren. De natuur heeft dat dus waarschijnlijk zelf goed geregeld. En mocht je het je afvragen, ik heb eerder al een zoon gekregen en nu zit er een meisje in mijn buik. In mijn geval is het dus wel precies 50-50.